congres. Deze formatie is de strijd om een geloofwaardige vertaling van de kiezersuitspraak in programma en samenstelling van een nieuw kabinet. En dat dat gebeurt is een elementaire eis van democratie, van kiezersrecht. Als beoogd premier had ik de vraag te beantwoorden: is dat kabinet dat ik probeer te vormen, is dat overeenkomstig die kiezersuitspraak? En als ik gisteren een opdracht heb teruggegeven, dan gebeurde dat omdat mij belet werd een kabinet te vormen dat ook in zijn personele samenstelling naar mijn overtuiging klopte op 25 mei. Ten uil, minister-president, ja. Maar alleen van een kabinet waarbij ik de kiezers recht in de ogen kan zien. Waar ging het om? Het kabinet Ten Uil werd in maart ten val gebracht. Het kabinetsbeleid werd inzet van de verkiezingen. Dat beleid was herkenbaar. Spreiding van inkomen, kennis en macht, verkleinen van inkomensverschillen, voorrang voor de laatst betaalden, optillen van de onderkant, weet u het, streven, vechten voor nieuwe vormen van zeggenschap en inspraak. En de kiezers hebben zich uitgesproken. Uitgesproken voor voortzetting van dat beleid, voor een tweede kabinet Den Uyl. Niet voor een kabinet Den Uyl dat met een progressief etiket rechtse politiek zou bedrijven.